Met de meisjesscouting naar Leidseveen. In 1963 werd de meisjesscoutinggroep Satoko Kitahara opgericht. Satoko Kitahara was een Japanse dame die geld verdiende met het rapen van vodden en hiermee een meisjesschool oprichtte. Omdat hier een boek en een film van zijn gemaakt, bedacht kaplaan Harding dat dit een goede naam was voor zijn scoutinggroep in Leidsendam. In 2000 vond er een leegloopplaats van jonge gezinnen... naar de nieuwbouw in Leidseveen. Als scouting moesten we hierop inspelen... en wilden daar een meisjesgroep oprichten. We gingen aan de slag als zelfvoorzienende groep... en vonden onze eerste locatie. Eén van vele, na later bleek. Scouting Nederland kwam op dat moment... Met een nieuwe speltak dolfijnen. Dit paste helemaal in Leidseveen. Omdat toen net Waterland klaar was. Daar lag onze uitdaging om meiden vanaf zeven jaar te leren omgaan met het vele water in de wijk. We gingen met kano's op het water varen. De bewoners moesten soms drie keer kijken wat ze zagen. Kano's in onze wijk, wat leuk. Al snel groeide de groep en moesten we de locatie verlaten, maar zoals het gaat in een nieuwbouwwijk, komen er steeds nieuwe locaties bij en worden de andere noodvoorzieningen afgebroken, dus verhuizen was aan de orde van de dag. Bij gebrek aan ruimte moesten we de materialen heen en weer rijden. De blauwe Corsa van Mireille was daardoor een rijdend clubhuis geworden. Als je haar auto opendeed, viel er scoutingmateriaal uit. En ik heb ook nog wel eens in de auto gezeten met aan mijn beide zijden pionierpalen en schoelbakken, die ik moest vasthouden tegen het schuiven. Soms rees bij mij de gedachte: zit ik nu in een auto of een rijdende kast met een motorblok in. Toen we helemaal geen ruimte meer hadden, trokken we in de oude bieb aan het bodempad in Leidsendam. Op dat moment was het verleden aantal flink gegroeid naar meer dan twintig meiden. Het doel was bereikt, nu nog terug naar Leidseveen. En daar gingen we weer. Een nieuwe locatie diende zich aan bij het pijlkruidveld. In die tijd probeerden we ook om een groep bevers op te richten. Deze konden dan doorstromen naar de dolfijnen. Helaas moesten we weer verhuizen, waardoor de bevers werden samengebracht bij de dolfijnen. We werden gevraagd om samen met de Lions het kringkoord één keer per maand te onderhouden bij Boerderij Landzicht. Er werd een insectenhotel gemaakt bij de Bijenstal, met plaksel van verse koeienmest en nog meer activiteiten. Uiteindelijk hadden we na vele omzwervingen onze stek gevonden op de boerderij. In de maand voor het kamp kamperen wij in de geitenwei. En de geiten gaan dan op stal. Dit is een enorm feest voor de meiden. We hebben op de boerderij een eigen schuur gekregen waar nu de kano's in overwinteren. Ook is ons materiaal daar opgeslagen, zodat er aan het gesleep een einde is gekomen. Je kan nu gewoon als passagier mee in de auto.